Hallo lieve YouTube-kijkers, welkom bij de Stofjes voor weer de zondagmorgenpraat. Weer lekker gelopen. Lekker gelopen, eigenlijk minder lekker gelopen. Ging niet zo heel erg goed. Ik zat met te veel dingen in mijn hoofd. Ik kon het lekker leegmaken. Dat gaat een beetje tegenwerken, dan probeer je daarin te verzetten, maar ja, dat ging niet. Ging niet. Dus drie rondjes vandaag. Tempo niet al te best. Maar ja, wat heet. Maar goed, kan gebeuren. Volgende keer weer beter. We zijn nu in ieder geval weer onderweg naar huis. Weer een korte praat. Vorige week. Goed. De mensen die hebben gekeken, die hebben dat gezien. Eén keer dat ik een zondagmorgenpraat bewerkt heb. Dat had dan te maken met het zoeken van een cadeautje voor Lopke. Dat was gewoon leuk. Ik vond dat nodig om dat een keer wel te monteren. Ja. En dan. Voetbal. Corona pas. Zeg maar. Ik weet het allemaal niet. Allemaal van die dingen die nou naar boven komen. Ja goed, het is eigenlijk anderhalf jaar hopeloos. Of ruim een jaar hopeloos. Met de uitsluiten van die en die en dat mag dan weer wel. En die mogen het dan toch weer niet. En waarom niet? Het zijn allemaal hetzelfde. Item, je staat eerst met z'n allen een muntje bij elkaar. En dan ga je naar binnen toe en dan moet je niks in zijn pas laten zien. Ik snap er allemaal niks van. Hele grote puinhoop, vind ik. Maar goed, ik denk dat er meerdere mensen met mij deze mening delen. We zullen afwachten wat er allemaal gaat horen. Goed. Morgen komen ze vloer leggen. Bij de Quantum. Of vanuit de Quantum. Nou, dat was ook wel een leuk feestje. Komen ze donderdag de laminaat brengen. Omdat ze maandag komen leggen. Zeg van, dan moet je minimaal zoveel dagen van tevoren moet je laminaten in huis hebben, ik kan het acclimatiseren, bla 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 bla. Dus kom een palletje brengen en ik kijk op de pallet en ik zie maar 10 pakken liggen in plaats van 14. Dus te weinig besteld. Komen ze om 17:30 komen ze het brengen en tot hoe laat is de klantenservice open? 17:30. Kun je dus niet meer bellen. Nou, Dukenburg. Quantum had koopavond. Bonnen gepakt, Dukenburg gereden, verhaal uitgelegd. Uiteindelijk daar zijn we gekeken of dat ze voldoende voorraad hebben met de juiste badgenummers. Want die badgenummers die moeten toch passen. Ik dacht eerst bij deze dat het niet belangrijk was, maar blijkbaar toch belangrijk. Nou gaat mijn vraag natuurlijk van de vorige keer uit: van we hebben natuurlijk niet op de badgenummers gecontroleerd of dat er wel dezelfde badgenummers waren. Heb ik helemaal niet meer aan gedacht om dat te bekijken. Die monteur niet, die kwam kijken. Of die kwam leggen. Die heeft ook niet meer gekeken of dat de badgenummers allemaal klopten. Maar goed. Gekeken. 14 pakken had hij minimaal liggen. Of had hij sowieso liggen. Dus overeengekomen. Wij gaan die pakken de dag erop. Vrijdag dus. Die 10 pakken brengen. 14 retour nemen. Hebben we in ieder geval die pakken thuis. Kan de maandag in ieder geval gelegd worden. Dat is ook gedaan. Dus wat dat betreft, shout-out Quantum Dukenburg. Super, goed geholpen. Echt, netjes. Vrijdagmorgen klantenservice gebald. Toch even mijn beklag gedaan. Ja, ik heb dan een kortingbonnetje van €80. Uiteindelijk ook wel opgelost. Maar wel raar, en dat vond hij van de Quantum zelf ook. Raar dat ze vanuit de klantenservice hebben besteld. Normaal gesproken geeft de klantenservice dat door aan de vestiging waar het ooit gekocht is. Dat die een nieuwe bestelling moet plaatsen vanuit de oude bestelling. Waarschijnlijk is dat dus de fout geweest waarop wij maar 10 pakken geleverd hebben gekregen. En geen 14. Maar goed, daarentegen het is opgelost. De pakken liggen binnen. We kunnen gaan leggen maandag of morgen. En dan hopen dat het goed komt. Dus.
We zullen het morgen zien. Ik ga kijken of ik morgen een timelapje kan maken. En ik heb nog wat dingen staan van de eerste keer natuurlijk. Op YouTube Films. Oh, daarover gesproken. Ik heb dus gemerkt dat het best wel lastig is om als je en werkt en veel dingen in de sport doet. En dan nog eens een keer wil vloggen, dat er best wel veel is. Ja, dat is lastig. Ik baal van dat ik er te weinig aan het akkas ben neer. Vorige week, of afgelopen week, wilde ik iedere keer s'avonds wat gaan doen. Maar ik was zo moe. Ik zat gewoon iedere keer te knikkerbollen voor het scherm. Dat heeft daar gewoon geen zin. Dus heeft daar gewoon echt geen zin om dan nog te gaan doen. Dus ik was gewoon echt best wel moe, vermoeid. Door welke omstandigheid dan ook. Dus ja, dan loopt alles een beetje achter. Ik heb voldoende staan aan vlogs die ik nog moet gaan monteren. Dus daar ligt het niet aan. Maar het rest gewoon even in tijd. Dus je moet daar nog een hele goede weg in zien te vinden. Goed, komt goed. Ik zeg voor deze in ieder geval einde van deze vlog. Ik zou zeggen, blauw duimpje omhoog. En dan abonneren op dit kanaal. En dan zie je de volgende week zondag in ieder geval altijd weer terug. Met de zondagmorgenpraat. Want die is natuurlijk makkelijk. Gewoon check opnemen. Hup. Op YouTube en klaar. Of jullie moeten vinden dat zo'n bewerking zoals ik vorige week gedaan heb wel past. En dat het wel leuk is om dan wat extra dingen te doen. Of weet ik wat dan. Wil ik daar misschien ook wel aan gaan doen. Maar ik vind dit eigenlijk zeg gewoon klant erop. Zonder dingen erbij. Zonder knippen. Zonder plakken. Zonder het poespas. Om dit erop te zetten. Ja, dat dus. Nogmaals, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik je volgende week zondag weer terug. Ciao!